Goed, dan gaan we nu beginnen. Een hele goede avond en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Isaac Langendorff en vandaag ga ik weer vertellen hoe het me gaat en dat dingetje nog een beetje meer. En ja, natuurlijk over wat dingetjes wat jullie denken, wel goh, moet het nou echt online worden? Ik vind van wel. Ik ben Isaac en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe televideo. From time to time, before you do anything stupid, think before you speak your mind. Ik vertel, in de slag ging ik de video aan tijd, zag ik al eventjes op mijn video gestuurd hoe het met me gaat. En het gaat me heel erg goed. Ik hoop dat ik ga vertellen verder over wat we hebben. Dat ik jullie vragen even een like te droppen op mijn Facebook. En natuurlijk ook een volg op mijn Twitter en Instagram. Het Instagram en ook afstandje hieronder in de videobeschrijving natuurlijk. Dus ga lekker op klikken, ga lekker kijken dus daar. En ja, ik ga vertellen hoe het met me gaat. En mij gaat het goed vandaag. En niet alleen vandaag, maar ook de laatste tijden. Want ja, ik heb net heel verteld wat de intro is, dat ik dan iets voor hem vertellen. Maar waarschijnlijk niet zo blij dat jullie met mij zijn, maar goed. En waarschijnlijk heb ik het allemaal een keer doorgehad de laatste tijden en in de video's. En natuurlijk ook in de vlogs erover dat ik iemand wel leuk vind. En ik ga verder geen naam noemen, maar ja, waarschijnlijk heb je al een idee. De vaste kijkers en ja, ik noem geen namen, maar ik vind het best wel in mij heel leuk. Oké, nou kun je ook niet vertellen hoe ik ervan ken. En ja, het zijn gewoon moeilijke dingetjes. Want ja, sommige dingen ben ik wel verliefd. En dan gaat het weer weg, weet je wel. En nou, dit keer weet ik het ook niet wat ik ermee weer aan moet. Dus vandaar dat ik mijn naam ook niet echt moet zeggen. En ja, ik ken haar van Instagram. En ja. Ja, het wonen wij in de buurt, dat zeg ik wel. Maar niet op Twitch, niet op YouTube dit keer, maar gewoon random leuk meisje op Instagram. En ja, ik weet niet te veel van haar nog. Het had ook leuk rustig aan. Dan vertel ik het ook één keer in deze video en daarna ook nog meer. Dat ik iets meer weet en ja. Geen Sarah, ik vind Sarah alleen een beetje leuk. Maar niet liefst en dat weet ik ook wel, maar ik deed het allemaal nog niet echt precies. Dat is wel een beetje een nadeel van de SCP, dat ik dat niet kan vertellen over mijn persoon en over mijn emotioneelheid. Kan ik niet goed uiten, dus vandaar dat ik dan denk van goh, ik ga het jullie vertellen. Maar vaak komt het ook door mijn beperking, dus ik dat te snel wil. En ja, ik denk dat ik dan, ja dat kan wel door een serie maken, ook voor mijn cp. Dus rond november komt die online waarschijnlijk die video. Maar ik heb nog één deel gemaakt. Ik moet nog één deel voor een paar delen van maken. Dus ja, laat er meer over in een video misschien. Maar wij gaan het goed en ik kom nog goed aan. Voor de rest is gewoon een chille tijd voor mij doen, gewoon lekker werken en af en toe vrij, dat wil ook gebeuren. En hoe mee ik bezig ben met deze video voor jullie en deze video natuurlijk ook af en toe een video ervan. Ik ben de video geweest, het ging over crimineel speel EK. Ik zei ook, jullie toen een serie had op mijn kanaal, bij Twitch, sorry. First date op Twitch, in dit zin. Daar heb ik een video gemaakt en ik kwam 1 augustus online. En ik kwam nog een paar mensen uit de video. Maar nu is het wel, nu is het wel achter elkaar weer, denk ik. Want dat is echt geen doen dan om mij te maken. Dus, ja, we gaan lekker chill met mij, lekker rustig aan en lekker werken af en toe. Ook af en toe een strijd, dat moet ook gebeuren, vind ik zelf. En ja, voor de rest is het gewoon rustig aan doen, maar we komen de tijd nog. Als jij het video vandaag ziet, is het voor mij 1 juni. En hoor jullie. Dus ja, ik hoop dat jullie wat je leuk vonden. Zo ja, het was zeker geen dikke duim omhoog te doen. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Zit je elke dag om 6:30. En nieuwe vlog om 8:00. En nieuwe televideo, als ik zeg, mensen maar. Tot de volgende.